Goedemorgen, lieve kijkers. Fijn dat je hier weer bent op Daily Jay-Z. Het is alweer zaterdag. Ik had gisteravond een waanzinnige avond. En nu ben ik weer lekker thuis. Maar niet voor lang, want ik moet zo naar werk toe. Maar ik wil even nog twee pakketjes openen. Want dat ligt op mijn bureau. En die moet ik gewoon openen. Ja, dus ik ben heel benieuwd wat hier allemaal in zit. Laat het zien. Wat is dit dan? Oh, nee, dit zijn die lichtjes. Oh my god, die moest ik eigenlijk gebruiken voor die video nog van gisteren die ik maakte toen ik de kerstman voor een dag was. Ik dacht dat het andere lichtjes waren, want ik had ook nog wel lichtjes erbij. Oké. Nou, dat geeft niet, dat geeft niet. Dat is helemaal niet erg. En wat zit hierin? Oh. Douglas. Ik denk van Janneke en Stan hoor, weer. Lieve Jay-Z, verwen jezelf of een van je loved ones met deze kerstset. Liefst Joyce, Janneke en Stan. Joyce er ook bij. Even kijken, wat is het voor iets leuks? Ah, oh, een leuk toilettasje. Ah, oh, met allemaal productjes erin. Wat leuk. Wat een leuk tasje zeg. Waanzinnig. Energy set. Nou, er zitten denk ik allemaal lekkere productjes in. The Wild Forest Lodge Daily Spa set. Nou, wat lekker. Wat is dit? Dit zijn... Het is een body lotion en een body wash. Nou, dankjewel Douglas. Vind ik zo lief. En in het, ja, in het belangrijk aan Joyce, Janneke en Stan natuurlijk. De tree. De JJS squad. Goed jongens, ik ga me even klaarmaken. Even verder waar ik mee bezig was. En dan ga ik er vandoor. Vanavond heb ik echt iets heel leuks. Gisteravond kwam dat op de planning. Maar vanavond ga ik een karaokefeestje houden met Rutger, Denise, Richard en Thomas. Het wordt één feest. Het wordt één spektakel. Ja. En al goed. En het is weer tijd voor een nieuwe Daily Question. Hebben jullie thuis al de kerstversiering hangen? Ik zit dus zo te twijfelen. Ik vind, zeg maar, kerst, het is nog echt te vroeg voor kerst. Ik bedoel, je hebt eerst nog gewoon Sinterklaas. Dat moet ook gevierd worden. En volgens mij is het vandaag trouwens Sint Maarten. Maar dat ken ik niet echt. Ik heb dat nooit gevierd, niet meer opgegroeid, zeg maar. Maar ik vind echt dat ze feestdag voor feestdag moeten uitzitten. Anders dan zit je nu al bij de kerst. Terwijl ik denk, joh, het is eerst nog Sinterklaas. Hou op. Dus, hebben jullie de kerstversiering al hangen? Ik moet wel zeggen, het is wel heel gezellig. Want het is natuurlijk heel donker en gure dagen heb je nu. Dan vind ik, ja, verlichting altijd fijn. Maar de kerstversiering, ja, ik weet het niet nog. Ik zit dus heel erg te twijfelen. Ik vind het wel gezellig maken. Want aan de andere kant, als je het na Sinterklaas pas ophangt, dan is het misschien weer heel kort dat het hangt allemaal. Dus ik zit er altijd mee in dubio. Misschien dat ik het op 6 december moet doen. Of op 1 december. 1 december vind ik ook nog wel oké. Maar niet nu al. Nu vind ik het dan weer net te vroeg voor een kerstboom. Ik hoor wel echt van mensen met kerstbomen in de weer gaan, joh. Nee. Dag, hond. Hallo. Ik weet niet wat je naam is. Ik weet niet hoe je heet. Ik weet niet hoe die heet. Dus ik zeg maar dag, hond. Doris. Oh ja, Doris. Dat was ja. Het. Dag, Doris. Ik weet zijn naam anders niet. Dit is warm. Het is alweer donker. Ik heb de hele dag gerepeteerd. Ik heb niks gefilmd. Ga ik vanaf morgen wel doen. Dat vind ik wel even gezellig, want dan weten jullie ook een beetje waar ik mee bezig ben. Eigenlijk nou de hele dag door. Maar vandaag moest ik even een beetje even met mijn hoofd erbij zijn. Want we deden voor het eerst dus zeg maar een soort van run. Een run van de hele eerste acte. Dus dan wil je toch je ogen openzetten en weten waar je naartoe moet. En we zijn met heel veel mensen. Heel veel. Wat is dat allemaal overprikkelend? Ik ga nu. Ja, ik dacht eerst, ik ga lekker naar huis toe. Maar nee, helemaal geen tijd voor mij. Ik moet nu, het is 6 uur, naar Eindhoven. Want daar ga ik gezellig met Thomas en Rutger. Richard, I am Denise, Queenise noem ik haar. Gaan we een karaoke-achtig iets houden. Nou, heel leuk. Helemaal in Eindhoven. Oh! Dus ik moet vreselijk lang met de trein, maar dat is hartstikke gezellig, natuurlijk. Volgens mij weten Thomas en Rutger het niet. We hebben een soort van verrassing gecreëerd, georganiseerd. Dus, we gaan het meemaken. Ik ga eerst even een soort pastaatje halen van Centraal, want ik heb gewoon hartstikke honger. Ik moet 1,5 uur in de trein. Vind ik best wel lang, zeg maar. Dus ik wil wel iets gegeten hebben.
Nou, meid, even een lekker pastaatje bij de Julia's halen. Dat zit op Den Haag Centraal. Super lekker, vind ik. Ik haal hier altijd de pasta pesto met kip. Vind ik waanzinnig lekker. Ik moet eigenlijk ook een andere keer proberen, maar baby slaapt me niet echt aan. Even mijn OV opladen en dan ga ik de trein weer naar Eindhoven. Ik heb er helemaal zin in. Wordt gezellig. Morgen heb ik wel gewoon een werkdag. En dan denk je op zondag, ja. Wij werken ook op zondag, maar dan krijgen we een andere dag daarvoor in de plaats vrij. Dus dat verschilt vaak de maandag. Maar maandag hebben we dus weer een optreden. Dus ik denk dat ze dinsdag vrij zijn. Ik weet het eigenlijk allemaal niet eens. Nou ja, ik ga het meemaken. Hi lieve allemaal, ik zit in de trein. Ik heb heerlijk mijn pasta. Oh, wat lekker. Ik ga dat pakken. Tot straks. Oké, jongens, we horen net dat we hier allemaal die trein uit moeten. Want het is weer helemaal drama. Hè? Ik vind het wel balen, want nu kom ik een half uur later weer aan. Even nu nadenken. Ik zit even met mijn handen in het haar. Oh jongens, ik ben in Eindhoven en kijk wat hier gebeurt. Dit is echt super leuk. Met grote beamlichten zenden ze deze stralen zo hup de lucht in. Echt te gek. Nou, wat cool. Ik vind het helemaal cool. Alsof ik in een soort van... alsof ik in de ruimte ben. En overal. Nou, heel leuk. Wat is dit een leuke plek, joh. Moet je kijken. Het lijkt wel alsof ik in Londen ben weer. Oh, ik vind Eindhoven helemaal te gek zo. Oh, wat leuk. Nou, ik wil hier vaker naartoe. Het is een heel eind weg. Maar het is wel waanzinnig. En we zijn bij Tokyo by Night. Daar hebben we afgesproken. Ik ben heel benieuwd. Ik moet even Denise appen. Nou, meid. Kijk, mijn ogen helemaal uit. Even kijken, hoe werkt dit allemaal? Dua. Lift niet gebruiken, oké. Okay. Oeh. Echt gewoon. Nou, ik val gewoon van die trap af. Kort kloppen. Ja. Ah, nou van deze, hè? Ja. Ah! Ja. We zijn op een hele aparte plek hier, moet je kijken. Het is wel mooi, die schaduw. Het is wel mooi, allemaal schaduwtekeningen. Leuk hoor. Het is heel uniek. Nou, ik weet niet waar ik ben beland hoor, maar er is een soort van lichtjesfestival hier in Eindhoven. En ik weet niet waar we doorheen lopen met z'n allen. Eén ding weet ik wel zeker, ik moet bijna mijn trein naar huis hebben, anders dan kom ik niet thuis. Wat is het hier druk! Yes, het was hartstikke gezellig zeg. Ik heb heel weinig gevlogd omdat we zo in het moment zaten. Het was helemaal een vibe. Echt een feestje. Ik ga nu weer lekker terug naar Den Haag toe. Ik ben nu momenteel op Rotterdam al hoor. Maar wat een eindreis is het. Wow. Zo. Maar goed hè, je moet ergens komen.
Yes, ik ben lekker thuis. Ik ga de vlog afsluiten. Ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Doe dan ook een duimpje omhoog. Dat zou ik heel leuk vinden. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want het is gratis. En je kan gewoon heerlijk blijven genieten van allerlei vlogs die online komen. Ik heb ook nog andere social media kanalen. Instagram, TikTok. Nou ja, het is eigenlijk gewoon bijna te veel om op te noemen. Alle linkjes staan in de beschrijving. Dus ga het zeker allemaal checken. Voor nu zeg ik... Tot morgen.